Ik ben Antoine Achten. Ik ben de organisator van Capellebaan. We zijn al jaren geleden begonnen. De meeste mensen kennen het intussen wel. We hebben een aantal kunstwerken geplaatst, waaronder hier in Vierlingsbeek, want we zijn nu in Overloon bij het Oorlogsmuseum. In een gesprek met het Oorlogsmuseum, met Erik van der Dungen, kwam ook de vraag op van wat zou je in de context, want Capellebaan gaat over rust, maar ook over bezinning. Hoe kunnen we nou binnen de thematiek van het museum, of het verlengde daarvan, een kunstwerk realiseren? En het museum was zo genereus om een oud tentoonstellingsgebouw, wat niet meer in gebruik is, om dat ter beschikking te stellen voor een kunstproject. Daar zijn we over gaan nadenken. En wij wilden eigenlijk een soort kapelachtige, in een bestaand gebouw, een kapelachtige setting creëren. En toen kwamen we al heel snel bij de Rotterdamse kunstenares Evelien Visser terecht. En die heeft uiteindelijk het project Hel en Hemel hier in het museum gerealiseerd, waar we zo naar gaan kijken. Goed. Ja, nou toen ik met Antoine en Piet de Jonge hier meekwam om te gaan kijken naar de ruimte, was ik natuurlijk gelijk helemaal om, want ik had nog nooit zo'n bijzonder gebouw gezien. En wat er zo bijzonder aan is, ook aan de twee in- en een uitgang, ik denk dat kan niet anders dat daar een groot thema aan gehangen moet worden. En toen ik het gebouw binnen had gezien, was bijna het verhaal al duidelijk dat ik dacht, dit moet over hel en hemel, goed en slecht, leven en dood gaan. En wat een cadeau extra was, was de tekst boven de deur die er al stond. Dat is een voormalig ander museum, Holocaustmuseum, en de tekst van Dante hier, de hij die hier binnentreedt, laat alle hopen varen. Dat was al gelijk de start voor een somber entree te maken. Goed. Nu staan we in de hel. Hier beginnen we. Hier beginnen we. Het is een donkere gang. En aan het eind zien we een gezin met een dood kindje. Door oorlogs in een gebombardeerde stad. En daar ligt de dode baby. Ja. En hier heb ik ook de tekst herhaald die boven de deur stond. Dat vond ik wel heel belangrijk. Hij die hier binnentreedt, laat alle hopen varen. Dit is dus een teken van de oorlog. Een gezin, een moeder, twee andere kinderen, haar kindje is dood, Paradiso baby. Maar deze baby gaat later in de hele installatie is weer tot leven gewekt. Ja. Dus die hoop die komt hier, die is hier helemaal in uitgebeeld. Hier is het babytje dood, maar dadelijk gaan we hem levend zien. In het eeuwige paradijs. De kerkzak, gierigheid, gretigheid en de hebzucht van mensen is hier eigenlijk in uitgebeeld. Hier hoef je niks voor te doen, je hoeft alleen maar je hand eronder te houden. En Dante die zei van dat woekerrente de grootste zonden waren die er zijn. Hmm. En hier vermenigvuldigt zich vanzelf de geld, de waarde. En Dante was een filosoof aan het begin van de middeleeuwen. Ja. En na zijn verhaal hebt u dit gemaakt. Ja, hij heeft eigenlijk de Bijbel op een andere manier weer herschreven. Met op een hele sprookjesachtige manier eigenlijk. En een van de kenmerken was dat in die tijd dat mensen dachten allemaal naar de hel of de hemel te gaan. En Dante zei, we kunnen allemaal naar de hemel. Ook de grootste slechterikken komen in de hemel. Dus dat is eigenlijk een heel mooi gegeven. Tevreden, ja. Dit is een xylofoon en het gaat over het loflied van de heilige Johannes. Heilige Johannes daar is het loflied op geschreven. Met 7 tonen uit het Doremi. En als je op de toetsen slaat, dan zie je de wonderen van het leven. Dus doe het goede over het slechte. Hier zien we het wonder geschieden hier.
de bloemen, de roze bloemen, die de wonden worden hierop geprojecteerd. Dus, nou. Ja? De xylofoon met de zeven tonen, op de, dat is het loflied van de heilige Johannes. Die heeft gezegd, doe het goede over het slechte, hier, the good over evil. Wanneer je de toetsen aanraakt met die enorme trommelstok, dan worden de wonderen op de ronde cirkels geprojecteerd. Er komen de roze bloemen, worden op de witte cirkels komen dan. Wanneer het oorlog is, dan gaat zich altijd in de chaos het allerslechtste van de mensen manifesteren. Hier zijn figuren waarvan onder andere de nieren gestolen zijn. Er zijn baby's gestolen. Het hart wordt eruit gesneden. Allemaal tegen hoge betalingen voor rijke mensen die daar organen gaan hergebruiken. Hier is ook een experiment. Was er daar die baby, dat is die waar een bordje onder staat, ik ben een experiment. Het bestaat nog steeds, want dokter Mengele leeft ook nu nog in allerlei verschrikkelijke oorlogen. Allerlei dingen die we niet weten, die zijn nog steeds wel, er gebeuren de ergste dingen. Ja, even over het dilemma in zijn algemeen. Ja, het dilemma is, de duim, moet ik even op wachten. Ja. Wat zo ingewikkeld is aan het dilemma, het is de eeuwige frictie tussen het woord en de dingen. We kunnen nooit, er wordt van ons verwacht dat we kiezen tussen ja en nee, maar heel veel gebieden zijn heel grijs. En dit is de buitenkant van het dilemma. We kunnen niet door deze deur heen, de trapje hangt er flodderig bij, het is geen echte trap. Binnen lopen we eigenlijk van ja en nee, daar is een deur die open gaat. Dus we gaan van ja wordt nee en nee wordt ja. Omdat je loopt. Ja. Is namelijk, dit is speciaal hier gemaakt om een antwoord te geven op een project wat in het Oorlogsmuseum te zien is, waar een hele duidelijke streep tussen ja en nee staat. En ik heb hem dus anders gemaakt. Ik maak de ingang van ja en nee eigenlijk open. Ja, goed. Ja, nu zien we Lucie naar binnen lopen. Kijk, nee is ja, staat erboven. Ze gaat nu het trapje op, er doorheen. En aan de achterkant is het omgedraaid. Daar is yes, is no. En nu heeft ze eigenlijk zomaar van ja en nee en ja gewisseld. Ze komt weer terug. En dit is, en nou is het weer van nee naar ja. Het is toch ja geworden? Ja. Goed. Dit zijn de hefs en daar zijn de mensen die, hier hebben mensen alles. Daar zijn de mensen die niets meer hebben. Mensen die alles hebben, die kunnen eten zoveel als ze willen. Ze kunnen gebak eten tot ze helemaal erbij neervallen. Hier onder andere ook, dit is een obesitas, die heeft zoveel taart gegeten, dat neergeploft, de hefs. Daar zijn de mensen die niets hebben meer, die alles op hun rug moeten nemen, de have-nots. Ze leven in tentenkampen, ze hebben geen huizen meer, dat zijn alle. Ze leven als de toekomst voor hun is, la danse, de danse macabre zie je daar gebeuren. Het is, meesten sterven al in de tentenkampen. Je ziet de tenten daar. En hier alles op hun rug nemen ze mee. De bedden, de stoel, de potten en pannen om mee te koken.
Dit is Dantes 13e canto. Hier gaat hij uitleggen dat alle slechte mensen in bomen gaan veranderen. En we zien hier ook die man daar, die heeft te veel gegeten. De boom groeit ook uit zijn mond. Oh, dat is die, ja. Dat staat er nog net niet op. Ja. Hier is een vrouw die is zo ijdel heel haar leven geweest. Die daar groeit alles uit haar nek, uit haar, de bomen die groeien uit alle lichaamsdelen. Hier is een man die heel zijn leven achter zijn penis gelopen heeft. Dat wordt een boom. Hij kan hem nauwelijks nog. Hij kan niet meer lopen, want een ander moet hem dragen. Die voet daar, die groeit ook. Daar groeit een hele boom uit de schoen. De voet raakt los. Ja, dat is de louterings, dat is de... Dit is het moment dat ze naar bij de poort, de Louteringsberg. Hier wordt besloten dat ook zelfs de grootste zondaren mogen allemaal naar de hemel toe. Maar het gaat heel langzaam. Ja, ik zou de schildpad niet doen, ik zou naar die baby gaan. Ja. Doe misschien wil ik straks even een uitleiding. Het is een installatie met heel veel verhalen. Jullie hebben er een stukje van kunnen laten zien, dus die hebben we kunnen presenteren. Elke zaterdagmiddag geven we hier in Overloon een rondleiding vanaf 1 uur, afhankelijk van de vraag die er is. We hebben 5 hele betrokken rondleiders gevonden hier in de buurt, uit Overloon, uit Groeningen, uit Kuik. 5 mensen die op hun manier het verhaal vertellen aan alle bezoekers. We schrijven aan de website van Capellebaan, daar kun je alle informatie vinden en dan is iedereen van harte welkom. Fijn dat we even mochten komen kijken. Leuk dat jullie er waren, dankjewel.